Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. We spelen weer Prison Architect. In de vorige episode had ik gevraagd om wat suggesties voor wat we hier gaan doen met het Maximum Security programma. Ik heb er helaas geen reacties op gehad, dus we gaan eens even kijken wat we hiermee kunnen doen. Sowieso is het handig en verstandig om een kantine en een keuken te hebben. Aangezien deze mensen nu niet kunnen eten, dus we kunnen onze Maximum Security prisoners kunnen we niet overzetten. Ik heb even gekeken naar deployment. Dit is op dit moment nog heel raar en ik weet niet precies waarom. Dit wordt gezien als één celblok, blijkbaar. En dat is allemaal rood. Nou, daar gaan we wat aan moeten doen. Wat we hier sowieso willen is een muur. Dus laten we hem eventjes op een laag standje eventjes doorlopen. Wat we sowieso nodig hebben is een muur, concrete wall. We hebben hier een pad van 3 breed, denk ik. Ja, dat is voldoende, meer dan. Meer dan voldoende. We trekken hier een muur. En wat we willen doen is hier in het midden eigenlijk een opening maken. Deze opening, ja, we kunnen hem officieel natuurlijk afsluiten met 2 jail doors. Kleine. Of 2 grote. Ja, weet je wat? We doen hier gewoon 2 van die grote jail doors. Anders hebben we hebben niet een exact centrum voor een dubbele jail door. Ja. Weet je, we doen het dan maar gewoon zo. Dit is het exacte midden en hier komen dan 2... kleine jail doors. Weet je, doen we het gewoon zo. Kan mij het schelen. Hupsakee. Deze 2 jail doors gaan naar dit gebied. En dit gebied moet verder geheel open zijn. Verder hebben we geen jail doors nodig. Ook al is dit maximum security. Het is voor mij overbodig. Zolang ze maar naar hun cel gaan. En daar eventjes door 2 metal detectors gaan. Vind ik de rest allemaal wel prima. Wat we hier ook willen hebben is echt overal camera's. We willen hier niet het zicht verliezen. En dat is einde discussie. Die mag weg. We willen hier niet het zicht verliezen, dus deze gangen plaatsen we 2 camera's. Zo. En wat verlichting door de hal. Nee, elke deur heeft verlichting, dus dat is prima. Ja, ziet er goed uit. Wat gaan we nu doen? Dit grote gedeelte, we doen hier denk ik eerst de yard. En daarna de kantine. Dat ze door de yard naar de kantine. Nee, dat is niet echt nodig. We doen hier trouwens ook een indoor yard. We doen geen zonlicht voor deze mensen. Helemaal geen zonlicht. Wat hebben we allereerst nodig? De kantine. Ik denk dat ze het beste hier langs naar de kantine kunnen. En dan hier 2 rijen met douches. Dat is op zich geen slecht idee. Hier 2 rijen met douches. Moeten we ook hier jail doors in deze hoeken. Zo, met ook aan deze kant metal detectors. Hupsakee en hupsakee. Kan niet anders. Wat willen we dan? We willen nog wat bins naast elke... naast elke metal detector. Een bin is zeker geen slecht idee. Hupsakee. We zitten een beetje krap op het geld. Dat is een beetje een nadeel in dit geval. Hier een rij met douches dus. Laten we... ja, weet je, we beginnen daar maar mee. Zo. We kunnen hier gewoon echt een rij van maken. We hebben maximaal... hebben we 28 heavy security prisoners. Dus 2 van deze doucheblokken, dat moet goed genoeg zijn. Dat kan niet anders. Dit is goed genoeg. Zo. Wat doen we hier dan? We doen hier showers... hupsakee, dan kunnen ze zelf een beetje verdelen hoe ze de showers willen hebben. We geven ze... ze hebben immers een shower in hun eigen prison. Dat was ik glad vergeten voordat we dit gaan bouwen. De deuren zitten er al in, maar daar doen we wel iets anders mee dan. Zo, jullie mogen... ja, sorry. Sorry, ik heb te veel werk aangevinkt. Sorry jongens, materials. Huppa, jij mag weg. Demolish walls. Jongens, dit mag ook weg. Zo. Hupsakee. Prima. Doen we toch een kant. Ik was helemaal vergeten dat we hun eigen douche hadden gegeven. En bij nader inzien denk ik ook bij mezelf van... ja, waarom eigenlijk? Het is maximum security. We moeten ze zo min mogelijk luxe in hun eigen cel geven. Maar goed. Kantine. Dat is wel aardig belangrijk. Dit mag gewoon allemaal open blijven. Lijkt mij. Zo, tot aan hier. Denk ik. Dit is het... wat is het exacte midden? Dit. Denk ik. Ik denk het of ik heb verkeerd geteld. Ik heb verkeerd geteld. Zo, ja. Huppa. Dit is het absolute midden. Maken we hier een kantine van. En deze kantine,
Die kunnen we dan invullen met ja, meer dan genoeg ruimte voor 28 man. Is dat op het hoekje? Dat is op het hoekje. Canteen. Daar zo. Huppa. Dit moet hem zijn. Dit. Deze kantine heeft nodig een serving table, uiteraard. We kunnen mooi hier eentje doen en hier eentje. Kunnen ze tussendoor lopen, maak je geen zorgen. Hier lopen ze met gemak tussendoor. We kunnen hem natuurlijk ook gewoon sluiten en een gewone deur erin steken. Weet je, een gewone deur. Het zijn maar 28 mensen, die kunnen wel single file ergens naartoe lopen. Dat is geen probleem. Ja, dan willen we hier dus twee staff doors hebben. Eigenlijk maar eentje. Ja, dan wordt het niet symmetrisch. Ja. Is symmetrisch echt nodig? Mwah. Niet echt, hè? Nee, niet echt. Oké, prima. Symmetrisch doen we niet. We doen gewoon één keuken. Klaar. Jongens, dit is een mijlpaal voor Creamy TV. Ik doe een keer iets niet symmetrisch. Dus als iemand hier een foto van wil maken, dan geef ik jullie nu even de kans. Zo. Ja, is de foto genomen. Fantastisch. Is het gelukt? Mooi. Ik zou zeggen, hang hem op. Laat hem zien aan je moeder. Want dit gebeurt nooit weer. Dit doen we echter wel even symmetrisch. Want zo'n lul ben ik dan wel weer. Deze kunnen mooi in het midden. Staafdoor zit erin. Fantastisch. Dan wordt dat de kitchen. Ik denk dat dit hem was. Dat is het nadeel. Je kan geen rooms zien. Of geen muren zien als je rooms aan hebt gevinkt. Maar het klopt wel. Prima. Wat willen we hier? Ik denk twee fridges langs de muur. Of nee, deze deden raar als je ze niet zo neerzet. Hè? Ja. Cookers. Twee stuks. Huppa, huppa. En één sink is meer dan voldoende. Klaar. Dit wordt hem. Een bin in het hoekje. Waar is de bin? Bin. Hier zo. Kijk. Bin in het hoekje. Helemaal in orde. Hier moeten nog wat tafeltjes. De guards die zijn nu alweer van... Oh shit. Shit gaat neer in de kantine. We moeten hier vast gaan staan. En ik kan ze geen ongelijk geven als ik eerlijk ben. Even zien. Dit is... 4, 6, 8. Nee, dat zeg ik verkeerd. 4, 8, 12, 16. Dan hebben we eigenlijk nog wat nodig. Maar ik wil ook niet de deuren blokkeren. Dat vind ik dan weer wat lelijk. Dit is voor 24 man, dus dat is wel echt te weinig. Oké. Moeten we dit toch even wat anders gaan doen? Want we hebben ruimte nodig. Het is een iets te kleine kantine eigenlijk. Weet ik het goed gemaakt. Halen we gewoon deze weer weg. Inclus deze en deze en deze. Doe gewoon de deur in het midden. Check. Met daaronder uiteraard de metal detector van het jaar. Plop. En uiteraard wel een bin ernaast. Zo. Gaan we die gaten vullen met concrete walls zodra het mogelijk is. Kijk, dit begint al ergens op te lijken. Zij zitten daar echter in grote paniek. En deze guard komt ze eindelijk assisteren. Fantastisch. Ha, jongens. Het is jammer dat je niet voor een heel celblok kan zeggen... Oh. Hier zitten minimum security mensen in. Dat is niet helemaal de bedoeling. I guess. Deployment. Ja, kijk, hij is nu weer zijn security kwijt. Dit is echt maximum security. Jullie minimum security lui moeten wegwezen. Utilities. Hoe zitten we daarmee? Dit zit wel aardig. We hebben hier echt eventjes... deze heeft een streepje. Deze heeft dat nog niet. Ik heb deze kabel anders gelegd, blijkbaar. Ja, heb ik zeker anders gelegd. geeft niks. We passen wel aan. We gaan niet alles omleggen voor één kabel. Gaan we niet doen. Dit moet wel direct verbonden worden, dus hier mag een kabeltje tussen. Hetzelfde met de cookers, overigens. Insufficient funds. Welkom bij Creamy TV. Hier gaat van alles mis, dus ik zet deze deuren hieronder. Die zet ik eventjes op. Locked open. Hetzelfde voor deze. Locked open. En deze ook locked open voordat ze worden weggehaald. En deze hetzelfde. Prima. Zo, kijk eens aan. Alles wordt gemonteerd. Keurig. Zo. Nou, met deze keuken hier hebben we uiteraard een nieuwe kok nodig. Maar we hebben geen geld. Zullen we gewoon weer... Ja, we verpatsen weer gewoon wat shares vooruit. Even kijken. Cooks. Ik denk dat twee wel genoeg is hier. Zo.
Kijk, dit bedoel ik. Dan zet je hem direct tegen de muur. Dan denk ik van, oh, dat komt wel goed. Dat staat wel mooi. En wat doen ze? Ze zetten dus een halve meter tussen. Het is echt niet logisch. Het is niet logisch. Utilities. Waar hebben we water? Check. Drainpipe. Huppa. Dat is klaar. Het is alleen nog stroom en andere goederen. Helemaal prima. Material. Concrete wall. Deze kan nog niet, want deze job moet nog gedaan worden. Blijkbaar. Ik dacht dat ik hem had aangevinkt. Voor demolish. Nu weet ik het zeker. Dat ik hem heb aangevinkt voor demolish. Dus dat is goed. Deze koekers moeten we maar gewoon mee leven hoor. Dat ze zo raar staan. Ik bedoel, ik kan wel bezig blijven. Concrete wall. Jongens, schiet eens eventjes op. Dit is even belangrijk. Huppa. Deur weg. Fantastisch. Als die deur weg is, kan ik daar een concrete wall plaatsen. Zo. Dan komt de rest vanzelf. Mooi. Keurig. De camera's moeten aangesloten worden door een CCTV monitor. Willen wij een eigen security hebben? Eigen security hier. Ik denk het wel. Ik denk het haast wel. Ja. Weet je, we doen het gewoon. Eigen security, geen probleem. Doen we dat hier. Dat is staff only, mag geen enkele andere lul komen. Hier zo. En hier komen dan armories, dat soort dingen. We doen ook solitary doors. Deze gewone jail doors gaan het niet redden. We willen solitary doors, zodat ze echt stevig zijn. Je kunt solitary doors gebruiken voor meer dan alleen solitary. En dit is echt, nou, dit is materiaal waar je u tegen zegt. Daar breken ze niet zomaar doorheen als er een rel komt. Wat hebben we hier nog nodig? There are no prisoners assigned to eat at this canteen. Komt nog wel als we de heavy duty soldiers hier naartoe sturen. Zware jongens. We hebben wel high risk prisoners. Maar volgens mij wordt er weer het een en ander gesloopt aan de deployment. Nee, dit is heavy, ja. Dit is maximum security. Nou, dit wordt staff only zodra deze kamer af is. Bovendien, de rest mag nu staff only zijn, want hier hoeven geen prisoners te komen op dit moment. Deze deur wordt dus echt heavy duty. We zetten hier een paar armed guards neer die hier patrouille doen. Zodat als er iets gebeurt en de shit goes down, dan zijn wij er als eerste bij. Even kijken, maak die muur eens even af voor mij jongens. Wil ik ook gelijk even kijken wat er met de rest van de deployment gebeurt. Deze infirmary bijvoorbeeld. Die is shared. Maar heb ik dat expres gedaan? Deze holding cell is gek genoeg ook geen medium security. Deze infirmary, dat, ja oké, dus die moet wel gewoon zo zijn. Huppa. Kijk, nu is dit hele gedeelte. Kijk, dit wordt blijkbaar niet goed gesegregeerd. Doordat ik hier natuurlijk een nieuwe deur neerzet. Wat ben je ook slim, Jan. Zet er dan een deur in. Doen we hier onze eigen security. Klaar. Dan maken we hier weer... Oh kijk, ze gaan nu weer prisoners overbrengen zeker. Want we hebben weer te veel minimum security. Ja, kijk, ze gaan weer prisoners overbrengen hoor. Ja hoor. Niet doen. Simpelweg niet doen. Deployment. Max security. Zo. Als dit eenmaal af is jongens. Dan kijk, als deze deur erin zit, zal dit altijd maximum security blijven. En ik hoop op die dag. Ik smacht naar die dag. Oké, kom op. Deurtje erin. Kom op. Deurtje erin. Kom op dan. Non de jus, dat duurt echt best wel een beetje lang. Het is niet moeilijk. Daar, hij wordt geplaatst. Fantastisch. Fantastisch. Ik word vandaag Italiani, denk ik. Waarom is dit nog steeds niet gesegregeerd? Hallo? Ah, wel. Fantastisch. Staff only. Dikke stempel erop. Zo. Dit wordt dan uiteraard de security room. Zo. En wat willen we hier hebben? Wij willen hier een office desk, chair, filing cabinet. Nou, dat kan geregeld worden. Zo. Wat dacht je van filing cabinets hier, office desk hier zo, chair erbij, zo, daar komt de chief of security, soort van.
Even kijken. Wij willen hier CCTV monitors. Ze zijn duur, maar we willen ze hebben. Door control voor hier binnen. Eentje is denk ik genoeg. Twee CCTV monitors. Dan kan één iemand de hallen in de gaten houden. En één iemand de rest. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Deployment. Dit is nog steeds maximum security. Fantastisch. We zitten onder ons maximum aantal security mensen. Dus dat is ook goed. Ja, wat mij nog wel eventjes opviel, is dat ik dit toen helemaal mooi heb gemaakt met houten vloeren, dat soort dingen. Visitation is nog wel gewoon standaard, deze ook. Oh, ze zijn hier daadwerkelijk aan het werk. Het klinkt heel stom, hè? Ik heb ze nog nooit aan het werk gezien in de laundry. Want ja, meestal is dat al gedaan, maar we hebben nu zoveel mensen dat het inderdaad nog niet gedaan is. We maken hier lekker wat license plates, jongens, lekker rijk worden. Kijk, fantastisch, fantastisch nieuws. Al die license plates. We hebben nog een forestry nodig, nu ik erover nadenk. Zodat we ook onze eigen superior beds kunnen maken. Dan hoeven we niet te importeren. Hebben we daar überhaupt een klas voor? Voor programs, even kijken. Carpentry. Ja, oh, kijk hier. 2 interested, qualified. 1 passed. Oké. Dus we kunnen inderdaad beginnen met carpentry, met bedden maken. Dus dat is zeker wel goed. Dan willen we een kleine maar fijne forestry area hebben. Dat moet echter wel buiten zijn. En ik zit er heel sterk aan te denken om dit gebouw, hoe mooi en groot het ook is, om dat gewoon de binnenkant althans te slopen. Hoewel de muurtjes eromheen laten, maar dit wordt dan een buitengebouw. En dan kunnen we eventueel hier de confidentials en de... Ja. Weet je? Oh, trouwens. Automatic light placement. Eindelijk. Ze hebben hier een knop voor gemaakt dat je die uit kan zetten. Oh, ik ben zo blij. Bulldoze. We gaan het gewoon doen. Dit hele gebouw gaan we een buitengebouw van maken. En de speciale mensen die bedreigd worden en wat dan ook, die kunnen hier dus van mij speciale... Waarom is dit niet gelinkt? Ik had gezegd... Oh ja, die was te duur, die kabel. Maar dan kunnen we hier dus gewoon... hartstikke leuk. Ik ben de naam even kwijt voor dat soort prisoners. Wat is de naam? Ik denk dat ik het beter kan vinden om de deployment. Protected. Protective custody. Die kan dan hier gaan wonen. En die krijgen dan een paar eigen huisjes met een kantine waar ze naartoe kunnen gaan. Krijgen exercise. Die krijgen het echt fantastisch. Die worden behandeld als god in Frankrijk. Intelligence. Laten we deze er even bij pakken. Hoe zit het met onze prisoners? Informants. Deze moet ik hebben. Kijk, je kunt hier zien hoe mensen zijn. Of ze strong zijn. Of volatile. Of stoical en fearless. Quick is ook vervelend. Tough en strong. Dat is allemaal wel oké. Fearless. Een instigator. Die zal... een instigator zal andere mensen opruien. Zo van, jongens, we gaan rellen. We hebben hier strong en stoical. Dat is allemaal wel oké. Weer een instigator. Strong en quick, die zijn heel gevaarlijk. Die kunnen guards echt onderuit halen. Maar dat valt allemaal wel mee. Hoe zit het met onze minimum security? 1 skilled fighter en 1 quick iemand. Maar voor de rest niet echt heel veel interessants. Hier wordt lesgegeven door deze teacher. Kunnen ze toch een beetje bijleren voordat ze weer de wereld ingaan. Nu ik erover nadenk, deze mensen hebben helemaal geen spirituality. Ik weet niet of dat een probleem is. We kunnen een hele kleine chapel voor ze maken. We hebben hier nog wat ruimte, klein beetje ruimte. Hoe groot moet een chapel zijn? 6x6? Weet je? Dat past. Dat past, dan kunnen we het afmuren en dan moeten ze wel door de chapel om hier te komen. Maar dat is op zich niet zo'n groot probleem. Maken we hier een kleine 6x6 chapel? Ja, want waarom niet? We gaan het doen. We zetten het vast in elkaar. Dit is een common room, dat kan dan weg, dit. Want dit is geen common room. Rooms. Dit mag weg. Zo. En ik weet niet of hier een room zit. Nee, het is geen room meer. Oké. Dit wordt dan de chapel. Weet je, we maken hem even iets groter. We gaan deze muur gaan we hier neerzetten. Hier een deur. Zo.
Daarin doen we een gewone deur. Gewone deur. Zo. Hupsakee. En de materials. Concrete wall. Tot aan hier. Met hier een uitgang. Fantastisch. Hebben ze toch een beetje een chapel. Literacy, daar kan ik ze niet bij helpen. Daar hebben we echt te weinig ruimte voor. Ja, je zou kunnen zeggen pak dit. Of je zou kunnen zeggen pak deze. Maar ik zie dat niet zo zitten als ik eerlijk met je ben. Ik denk dat ze al te veel vrijheid krijgen hier. We hebben ook nog steeds geen shop gebouwd. Dat moet maar wachten. Deze chapel. Indoors altar. Altar is nodig, blijkbaar. Is altijd nodig. Die zetten we hier gewoon in de hoek. Prayer mats, die kunnen hier. Nou, we leggen van 6 stuks en 2 pews. Kunnen ze hierop zitten. Zo, passen die naast elkaar? Ja, mooi. Kan hier ook nog eentje. Kunnen er zelfs wat extra matjes bij. Zo, fantastisch. Mensen komen straks aan hun spiritual needs in de minimum security. Hoe vind je dat? Ja, ons security office. Over security gesproken. Objects. Lights. Laten we hier even wat licht in de bende brengen. Zo, zo. Hebben we een midden? Nee, niet echt. Geen midden. Jammer, dan gaat het voorbij. Dan plaatsen we geen extra lichten. Zo, deze kunnen aangesloten worden. En dan kunnen hier, want hier onderdoor loopt automatisch een kabel, kunnen we die gaan aansluiten op de camera's. Dit wordt ook gesloopt. Dat is fantastisch om te zien. Maken we hier gewoon één groot forestation gebeuren van. En dat kan door naar exports. Hebben wij een exports? Ja, we hebben exports. Hier ook. Heel klein. Maar groter heb je ook niet nodig. Deliveries komen nog altijd hier binnen. Zolang we niet heel groot bouwen zoals in het begin, is dat geen probleem. We kunnen natuurlijk een van deze exports maken. Ik denk dat dat trouwens helemaal geen slecht idee is. Om gewoon de exports hierin te doen. Hoppa. En deze export gewoon weg te halen. En deze ook. En daar gewoon één grote garbage van maken. Nou, garbage is ook groot genoeg eigenlijk. We hebben niet zoveel nodig. Dat valt reuze mee. Ja. Nou, we laten het gewoon zo. Dit is hoe het wordt. Even kijken. We hebben hier dus die gigantische perimeter wall. Bij uitbreiding zit ik er toch aan te denken om deel van die perimeter wall op te breken. En eventueel zelfs om deze uiterste muur, om daar ook perimeter wall van te maken. Alleen, het nadeel van dat is dat kabels niet onder een perimeter wall door kunnen. Dus deze powerstation, die zal te weinig zijn. Die moet dan naar binnen gehaald worden. En dat vind ik dan wel weer gevaarlijk. Hier wordt een schaar gevonden. Die wordt in de prullenbak gedumpt hier. Of heeft hij hem nou? Ik weet het niet hoor. Hier staat iets met drugs. Hij heeft iets bij zich. Search cell block. Dat was misschien niet helemaal de bedoeling. Kun je ook niet cancelen. Iedereen wordt nu onderzocht vanwege zijn fout. Nou, hebben jullie weer mooi geregeld, Simon Hare. Echt. Bleh. Wordt er misselijk van. Iedereen wil gewoon eventjes gezellig naar de common room. Even gezellig wat doen. En wat gebeurt er? Wat wordt er trouwens gevonden op Simon Hare? Hij wordt wel gesnift. Alweer als ze drugs op je vinden, vriend. Hij mag gaan. Hij had dat drugs... Hier. Hij had dat icoontje van drugs. Zat hij naast zijn naam. Weet je, ik vertrouw je over geen meter. Hier, maximum security. Wegwezen. Jij mag hier eigenlijk helemaal niet komen. Dus exercising, leuk. Maar je wordt meegenomen door een guard. En hier naartoe gebracht. Zodra dit af is, hoop ik. There are no prisoners assigned to eat at this canteen. Hoe gaan we dat fixen? Max Jobs 2? Nee, ik wil niet dat hier mensen in de keuken gaan werken. Dat is no go. Deze mag weer normal. We kunnen hier wat doorservo's op gaan zetten. Dat is zeker geen slecht idee. Hoe willen we dat aanpakken eigenlijk?
Ik zit even te denken over hoe we dat het beste kunnen doen, maar er is niet echt een beste oplossing. Bovendien, onze workers zijn veel te druk bezig met al dit beton slopen en het afval wegbrengen. Dus die hebben eventjes geen tijd om al deze werkzaamheden te doen. Vandaar dat het allemaal zo lang duurt. Kunnen we wat extra workers aannemen? We hebben al 16 workmen, wauw. Zodra de meeste bouwwerkzaamheden voorbij zijn, gaan we dat echt halveren. 8, want er zijn nu toch maar effectief een stuk of 10 aan het werk. Deze staan hier allemaal te spacen voor een deur. Locked open. Zo. Jij mag ook... Oké, dat was hem. Je kan dus rechtermuis klikken op een deur. Als je rechtermuis klikt op een deur, dan gaat hij automatisch... Of dan doe je hem tijdelijk open, gaat hij ook gelijk weer dicht. Ik wist dat er iets mee was, maar ik wist niet dat je dat al kon doen. Security guards lopen nu nog in het donker rond. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dit is blijkbaar gefixt. We hebben een maximum security prisoner. We hebben er blijkbaar meer, maar waar die zijn, geen idee. Die moeten nog vanzelf verplaatst worden. Jij bijvoorbeeld. Bilbo. Jij mag naar een nieuwe cel. We pakken gewoon eventjes alle... dit is Bilbo. Die mag naar zijn nieuwe cel. We pakken gewoon eventjes al onze high-risk prisoners erbij. Zo, jij bent er al, Simon Hare. Ik wist het. Vuile smiecht. Jij. Als jij nou ook even meegaat. Jij krijgt hier ook een cel. En jij. Ach, we moeten blijkbaar toch. Eventjes door. De Bottom Destroyer. Wauw, wat een naam heb je dan. Wie ben jij? Warren Davies. Zo, Warren Davies, Violent Disorder. Jij mag naar je nieuwe cel gebracht worden door onze lieve, lieve guards. Is dit bijna klaar? Het ziet er wel naar uit. We zijn al goed driekwart onderweg. Dat is in ieder geval goed nieuws. Oh, het begint ergens op te lijken. We hebben alles nog onder controle. We hebben geen hoog danger level. We zitten nog onder onze prisoner kwaliteit, ondanks het feit dat we een continueuze intake hebben. Continueus. Ik denk dat dat geen woord is. We gaan het zien. Dit keer geen woordenboek edit. Nee. jongen. Ja, wat doen deze lui hier? Die zitten hier echt vet te spacen. Want die hebben niks te doen in worktime zeker. Nee. Sowieso. Regime. Dat is het laatste waar we even vlug naar kijken. Maximum security. Dit wordt shower. Lock up. Dit wordt allemaal lock up. Tot na de bericht. Zo. Hier ook. Dit laatste blok kun je trouwens per standaard veranderen in lock-up. Zodra ze namelijk in hun cel zijn en ze zijn moe, gaan ze sowieso wel slapen. En dit eerste uurtje kan ook lock-up zijn. Ze mogen nog niks doen als ze wakker zijn. Even kijken. Shower, dan free time, dan eat. Eigenlijk wil ik eat gelijk na shower hebben. Dan free time. Dan 3 uur work. Dat is prima. Dan free time. Yard. Verplicht yard. Free time. Hier komt een groter blok eat, denk ik. Nee, hier kunnen op zich wel... als we hier de eat doen. En dan gelijk work erachteraan. En dan de laatste paar uur. Dat mag free time zijn. Zo. Programs, reschedule all programs. No regime time slot. Oké. We hebben blijkbaar voor foundation education hebben we hier geen tijd meer voor, blijkbaar. Ik zit even te kijken hoe dan. We hebben 2 keer een work iets van. Oké. Maar dit zou me gewoon moeten kunnen. Edit schedule. Waarschijnlijk moet ik het eventjes handmatig doen. Ah, kijk. Deze staan gepind. Juist. Deze mogen zo. 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 Hoppa. Deze mogen een klein beetje verplaatst worden. Zo. Parole hearings. Allemaal 's morgens. Dat is prima. Allemaal 's morgens. Foundation education. Carpentry apprenticeship. Dat is prima. Even zien.
Willen we dit ook allemaal iets omhoog smeren? Sure, dat is prima. Behavioral therapy is ook prima. Dat mag ook wel 's morgens vroeg op zich. Zo, kijk. Ziet er keurig uit. Pharmalogic treatment. Prima, alcoholics group mag naar boven. Zo. Nee, het is prima zo. Fantastisch. Reschedule. Kijk, nu hebben ze wel volgens mij allemaal. Behavior therapy, 3 stuks. Ja, ziet er cool uit. Alcoholics therapy, guard taser certification. Zodat ze allemaal een taser mogen dragen. Death row appeal. Die hebben we als enigste nog niet. Death row, daar gaan we hier in ditzelfde celblok 2 of 3 cells voor maken. Het is niet alsof ze voor het oprapen liggen. Deze prisoners voor death row. We kunnen ze wel vragen, maar we hebben 0 available. Dus dat. Als er iemand available is, kunnen we meenemen. Dit is voor nu wel eventjes oké. We nemen het zomaar mee. Als dit gesloopt is, dat is bijna gesloopt, dan kunnen we de volgende keer verder met een nieuwe aflevering. Gaan we eens even kijken wat we dan allemaal nog kunnen doen. Want op een gegeven moment, dit is op zich een goed runnende prison. Dit is gewoon straks zetten we de klok aan en dan gaan we gewoon even lekker een biertje drinken. En dan komen we terug en dan zijn we multimiljardair zonder dat er enige problemen ontstaan. Hoe dan ook, ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV.